Waar gaan we het nou eens over hebben, jongen? We hebben gevonden. Nou, we hebben eigenlijk al een paar dingen van de landbouw zo onder handen gehad. Maar nou is er ook voor veel boomteelt zo in het buitengebied. Hè? Het buitengebied boomkwekers. Boomkwekers. Ja. Je ziet coniferen met name, maar je ziet ook toch wel laanboomteelt. En dan heb ik gehoord op de Oostgotseweg bij een Geert van Niersel. Die, ja. Die zit daar ook met een bedrijf met laanbomen. En die heeft een nieuw systeem ontwikkeld dat helemaal anders is dan vroeger. Hoe moet je dat helemaal nieuw systeem? Was. Ja, een nieuw systeem schijnbaar, met potten of iets dergelijks. Ja? Ik denk misschien wel eens interessant is om daar eens even te gaan kijken. Gaan we daar aan toe? Dat is eigenlijk wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Geert, wij hebben gehoord dat je eigenlijk niet een systeem hebt waar je laanbomen. Dat je veel laanbomen hebt, maar dat je een systeem hebt met, dat helemaal anders is dan schijnbaar. Met potten of iets dergelijks, en daar wil ik eens iets van meer van weten. Ja, dat klopt, Jan. Ik heb bomen in speciale potten staan, dat zijn airpotten genaamd. Oh. En daardoor kunnen wij heel de zomer door bomen leveren. En hoe ben je zo op dat idee gekomen? Heb je dat gezien? Ik ben op dat idee gekomen, ja, ik heb veel gereisd altijd. Oh. En ik heb dat gezien, dit systeem heb ik echt gezien in Engeland. En vandaar het, bij iets blijft borrelen, ja, dan moet dat een keer naar boven komen. En zijn we dan een jaar of 4, 5 geleden mee begonnen. Kleinschalig en ja, bouwen elk jaar een beetje uit. En een medewerker van mij uit Moergestel, die eigenlijk daar alles vanaf moet weten. Dat en die wil je heel graag vertellen. Dat is wel mooi. Die kan ik wel even bijroepen. Dat is goed. Ja? Momentje. Goed zo. Kijk, goed. Maar dan denk ik, ja, tenminste ik wel. Ja, ja, dat klopt. Maar je hebt gehoord van Geert dat jij nogal iets van het systeem kost vertellen, want je werkt er veel mee schijnbaar. Ja. Zullen wij met jou daar eens een keer kunnen kijken hoe dat een beetje werkt? Ja, dat kan, want ze staan hier achter. Nou, dus, dan lopen we daar even zeggen. Ja. Is goed. Dat is goed, dat doen we. Mooi. Hier hebben we een rij We staan hier bij deze bomen, die staan zo heel dicht bij elkaar. Dat is niet de bedoeling, neem ik aan, van lange tijd. Nee, dus, die staan hier klaar om uitgeplant te worden in het veld. Oh, gewoon in het veld, nog niet in potten of zo? Nee, deze worden rustig opgeplant in de volle grond. Ja, en hier heb ik er een staan, die heb ik alvast eruit gehaald. Ja? En die zijn nou ongeveer bekwamen om in de potten gezet te worden. Hoe lang heeft die nou in de volle grond gestaan? Die heeft al 3 of 4 jaar in de volle grond gestaan. Ja, nou heb je die wortels en die zijn uitgeschud en die komt dan zo in die pot staan. Ja. Ja. En dan komt er potgrond aan en dat is dan zijn nieuwe grond eigenlijk wat je in gaat groeien. Ja. Wat gaan we nou doen, Ruud, met deze materiaal dat jij nou hebt? Dit is een nieuwe pot. Die gaan we in elkaar zetten om weer een jonge boom in te planten. Ja. En is dat nou een bepaalde manier of iets? Dit is de airpot. Dus er zitten hier puntjes, die zijn dicht. Ja. En dan aan de buitenkant, aan de andere kant zijn ze open. Dus dan komt die wortel, die komt hier van binnenuit aangegroeid. Ja. En dan komt er lucht bij en dan stopt die wortel mee groeien en dan gaat je van binnenuit weer allemaal weer jong wortels maken. Oh, en dus dat je in de buitenlucht komt, groeit je niet. Dan groeit die wortel niet meer. Die manier, Die blijft altijd binnenin groeien. Ik kan hem gewoon zo dicht leggen. Dat gaat dan vrij simpel door. Ja, dan draai je de schroef in. En dan blijven ze vast zitten. Want zo'n soort werk, dat is goed werk eigenlijk als het kooi weer is buiten. Ja, dan kunnen we daar mooi binnen gaan zitten doen en dan als het terug is, dan kunnen we naar buiten toe met de potten en dan kunnen we ze hier uitzetten. Ja, is het altijd niet schoon weer vandaag? Nee, zo is het. Ja, dan ga ik hier potgrond in doen, dan ga ik half afvullen en dan kunnen we daar de boom erin gaan zetten. Dat is het geheim van de smidweg nou in. Ja, zeker.
het zo aan het met de hand doen, is nog maar nou werk, Ruud, alles 6 gedaan. Het aandrukken, dat doen we met de hand. Ja. Maar we hebben ook een voeierbakje. Oh. En dat kunnen we vol scheppen en dan kunnen we gewoon met een tractor en dan kunnen we zo de padgrond erbij rijden. Met een vijzeltje draait er daar uit. Oh. En dan kunnen we eerst ook half afvullen. En dan een bumpje erin zetten en dan gaan we goed afvullen. Dan moet mannen zo en dan, ja, want anders is het wel wat werk. Ja, als je het allemaal met de kreugen erin moet rijden, dan... Hebben ze nou in het begin meer water nodig als om op te starten? Ja, het is, dan doe ik de padgrond weer eraan. Dan doen we hem afvullen. En dan doen we altijd even met de slang. Goed bij water erbij, dat die padgrond wel zwaarder is. Als het anders een keer hard waait of als het hard gaat regenen, dan heb je altijd kans dat er weer veel meer inspoelt. Dat je een beetje aansluit. Ja. Dan ga ik hem nou afvullen. En doe je dat normaal ook weer met je machientje? Dan komen we nog een keer met dat bakje weer terug. En dan een andere collega die duwt daarmee aan. Dan zorg ik dat hij goed tussen de wortels komt te zitten. Ja, dat je aansluit. Ja. Daar is hij. Daar is Kees. Nou, hier het druppelsysteem. Ja. Dus, hier komt het water door eigenlijk. Dat komt uit de vijver en dan komt hier door deze dikke slang. En dan wordt het hier verdeeld. En dan komt het bij de bomen. Hebben ze veel water nodig, zijn bomen, Ruud? Ja, in de zomer dan drinken ze 16 liter water op een dag. Per dag? Ja, dat komt er hier erbij en dat vervoert je eigenlijk naar boven toe, naar het blad en naar de takken toe. Bovenste laag, Ruud, die is iets anders als de andere grond. Ja. Is dat ergens vuur of? Hè? Ja, de bovenste laag, dat zijn aardappelstoomschillen, dat is tegen het onkruid. Je zit tegenwoordig met je, ze hebben het allemaal over het klimaat, weet je, dat het allemaal veranderd. Maar stel dat je nou nog eens een strenge winter krijgt, heeft dat ook nog invloed? Want ik zou me eigenlijk weer kunnen stellen dat het hartstikke bevriest. Ja, dan begint de hemel naar binnen toe te vriezen. En dan moet je proberen dan te voorkomen. En dan vatten we jute lappen, jute zakken, en die leggen we dan nog tegenaan. Oh. En dan worden ze nat en dan zijn ze zwaar en dan blijven ze liggen. En dan vriezen ze er niet zo weinig meer in. Ja, maar je hebt er nog niet zoveel ervaring mee, denk ik. Nee. Ja, afgelopen seizoen het wel flink. Toen ging het toch al een keer. En toen hebben ze allemaal ingepakt. En ja, dat heeft eigenlijk goed gewerkt, want er zijn er geen van kapot gegaan. Dus. Als je hier nou een beetje het bekijkt, het staat je hetzelfde, denk ik, als gewoon in de laanboom tilt. Hè? Dan zie je gewoon die bomen al in de rij staan, dan rijden ze met je machines tussendoor. Maar jullie hebben er gras tussen. Is dat ook nog speciaal of voor is dat voor? Dat is om de bodemdruk te verlagen. Als wij hier in het werken zijn, dan als we in het zand lopen en alles, dat is, dat is het werk een stukje zuiverder en makkelijk bijhouden. Rijdt een keer met de grasmaaier door en het is weer kort. Klopt. Nou Ruud, hebben we eigenlijk al wat er omheen zit, hebben we een beetje gezien. Zullen we ook in de klas kunnen morgen dat we eens kunnen kijken hoe dat je van onderen uitziet? Of dat die wortels, want die kunnen hier nog niet zo duidelijk zien. Maar... Nee, er zit helemaal door die kluit heen, er zitten die wortels eigenlijk. Ja, ja. En aan de onderkant en er zit helemaal voorgegroeid. Dus dat kan eigenlijk allemaal blijven staan als je bij je nieuwe... Dan komt er eigenlijk niet aan, dan halen we die pad eraf. En dan zetten we een grotere ring omheen en dan... dan kunnen we weer aanvullen met platgrond. Kijk. Als het plat ligt, dan kunnen de wortels goed zien, hè? Ja. Kijk, dat is... Die zitten wel heel dicht, ja. Ja. Hij is natuurlijk de bedoeling dat op een gegeven moment worden die bomen eens een keer verkocht, hè? Want hoe lang staan ze nou in zijn potten in? Deze die staat er nou een jaar in. Oh, een jaar. En hoe lang blijft hij erin staan? Als je hem nou niet zult verkopen of zo? Dan wordt hij in mei, juni zo'n beetje. Voor de langste dag komt er een grotere ring omheen. Hè. Dan gaat er deze ring eraf en dan komt er een grotere omheen te staan. En dan vullen we dat weer aan. Weer met meer pad grond eraan, dan kan hij weer met zijn wortels weer verder naar buiten toe. Maar hij blijft wel hier staan? Ja, die blijft gewoon op deze plaats staan. Oh.
En dan, ja, dan hoef je alleen maar de ring af te doen, dan heb je geen zwaar werk eigenlijk. Maar in principe zullen ze een boom eigenlijk heel de zomer een beetje kunnen verplanten? Die kan heel de zomer eigenlijk verplant worden. Je neemt al zijn wortels neemt hij mee, we snijden er nou niks af. Ruud, als je een beetje rondkijkt, er zit toch verschillende bomen. Nee, er zit veel bladhoorn aan. Hoeveel verschillende rassen hebben jullie eigenlijk? Voor? We hebben 150 soorten. En de meeste zijn? Ja, eiken en een acer. Ah. Maar dat is dan in een breder assortiment. Een acer en lindes. En ze gaan eigenlijk door heel Europa gaan die bomen gaan ze weg. Maar voornamelijk nou naar de Oostbloklanden eigenlijk. Oh. 75% wordt eigenlijk helemaal over door heel Europa. Oh. Ja, ja. En kan je dan naar gemeentes of naar particulieren of naar boomkwekers? Daar ga je eigenlijk voornamelijk naar boomkwekers. Oh, en die doen ze daar en, weer? Ja, en dan vanaf daar waren ze weer deurverkocht. Ja. Hier zijn we bij een Ruud zeker die al overgepot is, want die ring is wat groter. Ja, deze hebben we al terug op een grotere ring eromheen gezet en een nieuw pot rond eraan gedaan, dat je weer verder kan groeien. Aan de kleur te zien, het is gewoon een berg en boom, denk ik. Dat is een berg, dat is die heeft een Gijsselse mens meegebracht. Oh. Dat is een apart verhaal ook eigenlijk. Die chef Roesel die meegebracht uit Zwitserland. Die was er op vakantie met zijn vrouw. Ja. En toen liepen ze door de bergen en toen zag je deze boom staan. Netjes een rechte boom. En daar heeft hij toen een tak afgeknipt. Kijk. En die is hij thuis zelf gaan vermeerderen en die heeft hij toen op de markt gebracht. Oh, dat is eigenlijk een soort van chef Roesel geworden. En die zijn nou eigenlijk een beetje geïntroduceerd in Nederland. Ja. En hier heb ik alweer een hele rij staan, is dat wel? Ja. Ja Ruud, we hebben het nou een beetje gezien hoe dat werkt. Ja. We hebben misschien nog een paar vragen over bestrijdingsmiddelen en over het milieu en zo. Weet je daar ook nog iets van te vertellen? Ja, daar ga Geert eigenlijk veel meer over. Die heeft er meer verstand van dan ik. Nou, dan vragen we die nog even hoe dat je daar mee omgaat. Ja. Hey, kom erin. Hoi, blijf verzitten, jongen. Ja, we hebben buiten even gekeken. Ruud heeft het allemaal een beetje uitgelegd met zijn. Maar hoe dat je het allemaal in elkaar heeft gezet, hij heeft er wel verstaan van. Maar hoe stak het met de bestrijdingsmelk eigenlijk in zijn algemeenheid? Scheelt het met deze systeem ook nog met de rest? Of, In feite is het, de bomen die in pot staan, is precies hetzelfde kweken als in de volle grond. Oh. Alles is opgebouwd om hetzelfde te behandelen als alle andere bomen. Dus ook in de ziektebestrijding. En de ziektebestrijding is eigenlijk een heel complex verhaal. We zitten eigenlijk voor het heel veel bezig met het versterken van de bomen. Dus dat ze minder ziek worden. Sinds een paar jaar zijn we een gecertificeerd milieukeurbedrijf. Oh. Dat houdt in dat wij ons aan heel veel milieuregels houden. Dus wij hangen vogelkastjes op, we doen iets voor de kikkers, we doen van alles. Maar ziektebestrijding is een heel belangrijk onderdeel daarvan. En wij spuiten op het moment de kwekerij. Elke 14 dagen met een compostthee. Compostthee is eigenlijk niet meer als een aftreksel van wordt een soort thee, koffie gezet van compost. Wordt dus extra ingrediënten in om die boom te versterken. Ja. Er wordt heel de kwekerij in één dag mee gespoten. Dat is dus Ruud zijn werk. Dat is de basis. En daarbij doen wij heel af en toe nog eens ingrijpen met een chemisch middel voor de luizen of iets anders. Maar dat is maar echt sporadisch. Gemacht voor milieukeur. Maar de wettelijk gezien 3,5 kilo werkzame stof gebruiken per hectare. En wij zitten maar krap aan de 1,1 kilogram. Dat is toch best, ja. Ja, en daar zijn we eigenlijk heel trots op. Ja, dat we dat kunnen. En dat we dus toch een goede boom kunnen kweken zonder die bestrijdingsmiddelen. Ja, dan had je weer net zo elkaar hier. Ja. He? Ik vond het een mooi systeem. Het is toch weer iets anders dan het gangbare. Ja. En het blijft veranderen, Jan, ook in het buitengebied. Ja. Elke keer een nieuwe techniek, andere dingen. Ik vond het heel leuk. Ik ook.